gaan. Wel vliegen. Eraan, hè? Wacht daar. Kijk dan. Echt vliegen. Wow. Nee. Daar slapen. Zalver. Toppie. Handig. Dat ziet er gezellig. Onder de vleugel. Ja, dat is goed. Wie komt daar aan? Hebben we hier. Oeh. Zo. Weer uit het raampje overnachten. Een hele goeie. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn er. Bijna. Familievloggers. En het is vandaag vrijdag. Vrijdagochtend. Luxie en Lucie hebben al weekend. Zullen even nog een klein ochtendje. Ja. En nu al nog wel een lange dag. Heb je lekker geslapen? Ja. Het wordt vandaag weer heel warm. Echt heel warm. 28 graden. Ze zien er weer prachtig uit. Ze hebben al lekker ontbeten volgens mij. Ja. En we zitten hier nog aan het barretje. Kijk. Goedemorgen. Nu wel lusjes aan. Mama, hé jongen. Vanaf weer wakker geworden. En wat deed hij als eerste? Een plasje. Een plasje. Ja, op de grote wc was dat. In de badkamer, hè. Ja, gaat heel goed, jongen. We gaan weer proberen zonder luier vandaag. High five. High five. Ja. Ondertussen dat Luan nog even zijn eigen tas aan het klaarmaken is. Doen ze tegenwoordig merendeel zelf. Mama, zijn de anderen lekker aan het buiten spelen. Op een fietsje. Lusjes op zijn. Oh jongen, dat is het fietsje van Luan geweest. Die heeft Luan gekregen van opa Frankrijk toen hij bij ons toen op bezoek kwam. Jaren geleden, ook toen de tijd. Was dat ook nog volgens mij, hebben we ook nog gevlogd. Dit fietsje is van Luan geweest. Hé, hey, ja jongen, heb je deze gevonden? Ga je er maar op zitten? Ja, heel goed. Bent je er overheen? Ja, ja, goed zo. En dan kan je ermee lopen, hè? Dan net iets, het zadeltje moet eigenlijk iets, oh nee, kan niet lager. Gaat hij zo. Ja, je hebt er ook nog één, hè? Die is een maatje kleiner. Lusjes, wil jij dit? Doe die maar eens proberen, Lusjes. En ik denk dat je daar nog even mee moet groeien. Oh, die vogels, jongens. Dat is er zo vaak, hè? Dat we die vogels zo hard horen opeens. Ja, ga hier maar op. Bent je er overheen? Dat was mijn. Ja, maar hij vindt die mooier, dat denkt hij. Mijn zie hem fiets. Kijken. Zie hem kijken. Dat je bent van die mooier. Mijn oude fiets. Deze was van jou, dat klopt. Ik nog wel ja. Twee was. Ja, ik toen jij twee was. Twee. Ja, zoiets. Zo. Nou, Lusjes, bent je er overheen? Doe het beentje erover. Mama houdt hem vast. Bent je er overheen? Zo? Ja. Ja, goed zo. Kijk, dit gaat beter. Dit is een kleiner fietsje. Alleen dan moet hij nog leren zo met twee voetjes af te zetten. Oh, ik heb je. Ik denk dat je nog één fractie te klein hiervoor bent, jongen. Ik heb hem vast. Laat maar los. Laat maar los. Ik denk dat hij nog even moet groeien, liefie. Kijk, dit is mijn oude fiets. Ja, dat was jouw oude fiets. Ja. Die is ook te klein nu, hè? We kijken hoe groot je nou bent. Ja, dus ze heeft nu weer een oud fietsje van je. Ja, iedere keer, omdat we natuurlijk al de kinderen zijn opgegroeid iedere keer. En al die fietsen hebben bewaard. Hebben we iedere keer grotere fietsjes. Wil je op die dan? Kijk, en deze is dus ook van Lucilla geweest. En hier kan Luxie nu op fietsen. Ja. Dat is nou jouw maat. Laten zien? Ja, laat maar zien. Ja, maar ik moet op deze fiets. Ik wil staan, maar dan kan je helemaal mijn tenen. Op je tenen, ja. Dat is wel een beetje op je tenen. Nou, gaat ze er zo op. En dan 1, 2. Dan fietst ze er zo op weg. Dat is een beter maatje voor jou dit, hè? Ja, heel beter. Heel goed, liefie. In de opkomende zon. Goed hoor, Luxie. Dat is Lucilla's oude fiets. Goed dat we die hebben bewaard, hè? Ja. Ja, toppie. Tot straks, dus. Ga je missen? Ik heb een fiets, dat is goed. Nee, we gaan nu langs. Ik moet gelijk met de aanhanger ook naar het huis wel storten. Mag ik nou even mee? Nee, want jij blijft met Lusje spelen. Mama is even de laatste dingetjes aan het poetsen. Want uit school gaan we ergens heen. Omdat papa en mama 12 jaar getrouwd zijn. Ja, of een linkerkindje weg.
Ja, geef hiep. Hoera. De laatste loodjes doen we straks. Dan is nu eerst even tijd voor een lekker bakje koffie met mama. Hey. Zo voetbal. Nou, pakje koffie. Alsje. Oeh, blieft. Kijk eens. Alsje. Blieft. Zo, lusjes. In de boxershort, hè. High five. Dat voelt lekker, hè. Ja, volgens mij is de kofferbodem nog vol. Luxie, nu tijdens de koffiepauze. Mama zegt, ik pak er even de spullen in. Maar laat ze even zien open dan. Ja, Luxie, vertel eens. Wat zei de juf? Jij bent door naar... Ze is over. Ze is over naar de groep 2. En Lusjes? Ga zo door en dan kom je ook in groep 3. Ja, en nu naar groep 2. Oh, het is over, hè? En wie is dan weer terug van school? Ja. Lucilla. Ja. Was het leuk op school? Ja. Weekend, jongens. Ja. Lucilla had ook al een rapport gekregen. Ja. Die hebben we ook al bekeken met opa en oma. Die zit alweer in de stal. En Luxie staat nu ook nog. Nou, jij nog even lekker broodje eten. Ja. En dan nog wachten op Luan. En dan gaan we weg, hè? Ja, opa en oma, die passen op het huis en de dieren. Dat zien we nu straks. Smakelijk. Nou jongens, we zijn een hele tijd verder. Eigenlijk zijn we al aan het eind van de dag. Ik heb vanochtend samen met Daniel het hele huis weer helemaal spik en span gemaakt. Schoongemaakt, bedden verschoond. Ik had altijd een hele klus. Laatste was erin gedaan. Alle wc's weer gepoetst. Alle wastafels hier weer gepoetst. En ook de kinderbadkamer weer gepoetst. Opa en oma die komen weer in ons huis. Dus dan is voor hun ook alles weer lekker spik en span. En als wij dan terugkomen van het weekend, dan hebben we ook weer gewoon een lekker opgeruimd huis. Altijd super fijn, aangezien als je terugkomt weer een hele bult was hebt. Maar zoals jullie al hebben gezien vanochtend, gaan wij dus vandaag als verrassing een weekendje logeren. Waar precies, ik weet niet of jullie dit al hebben gezien aan de thumbnail of aan de titel. Aangezien wij niet precies weten hoe en het allemaal eruit gaat zien. Maar we gaan dus ergens logeren. We zijn hier al een keer eerder geweest om gewoon weer een dagje te gaan spelen. En toen nodigden ze ons uit vanuit het park om een keer terug te komen met een overnachting erbij. Nou, en die overnachting die kwam nu goed te pas. Want we zijn dit weekend, zijn Daniel en ik 12 jaar getrouwd. Vieren we overigens niet uitgebreid samen of zo, maar we wilden het wel heel graag met ons gezin vieren en herdenken dat we 12 jaar geleden het jaarwoord aan elkaar gaven. Maandag is de dag dat we echt samen met z'n tweetjes quality time hebben. En waarin we samen nog, misschien dat we ergens heen gaan of zo. Ik weet niet, moeten we even kijken. Als de kinderen in ieder geval op school zitten, nog een soort date met elkaar hebben. Maar dit weekend draait het echt om familie, om gezin en om tijd samen. Het wordt super lekker weer. Dus in dat opzicht hebben we een heel erg leuk vooruitzicht. Alles is opgeruimd. De auto, de bus die is bijna ingepakt. Het enige waarop we nu nog wachten is Luan, want Luan die komt altijd later op vrijdag uit school, want hij heeft een lange dag op vrijdag. En Lucilla die was al eerder thuis en Luxie is altijd vrij op vrijdag en Lucius ook. Opa en oma die komen weer op ons huis passen, dus die zijn er ook weer lekker. Die zorgen voor de honden, de vissen en de konijnen. Ik heb oma net uitgelegd hoe ze Kiki het spuitje moet geven. Het gaat overigens goed met Kiki jongens. Ik heb Kiki in het buitenverblijf gezet, daar heeft ze meer loopruimte. En daar is gewoon lekker aan het herstellen van haar wonden die ze heeft gekregen. Wat jullie in de voorgaande vlogs hebben kunnen zien. En oma die geeft haar een antibiotica en de medicijnen. Om haar weer verder te helpen met opknappen. En als ik terugkom neem ik het natuurlijk de zorg voor Kiki ook weer over. En de rest van de konijntjes. Dus dat jongens. Ik dacht ik doe nog heel eventjes de borstel door mijn haar. Ik heb vanochtend zo hard gepoetst en alles. Dat alles weer een beetje door de wild zit zeg maar. En dan kan ons weekend bijna gaan beginnen. Hier alle lampen uit. Hier hadden we alles schoongemaakt. Heerlijk een schoon bed als je terugkomt jongens. Dan plof je weer lekker op je schone bed. Over super lekker. Dus de slaapkamers, ook van de kinderkamers. Het hele huis is weer lekker fris. En dan is het nu gewoon even wachten. Totdat Luan thuis komt. En de rest van de kinderen die zijn eigenlijk de hele tijd dat wij aan het poetsen zijn. Zijn hun lekker bij opa en oma aan het spelen. Hé, hey, we hebben het erover. Wie is daar weer? Oh, ben je er klaar voor, kerel? Ja. Ben je er klaar voor? Doe die grote zak maar af. Want het is weekend. Hey, Lusjes. Ga jij rijden, jongen?
fiches. Hij heeft geen onderbroekje aan. Hij zit met zijn blote billetje achter het stuur. Gaat dat goed, jongen? Hij heeft trouwens nog steeds geen luier aan. En we gaan het proberen om nog steeds geen luier aan te doen. Ik heb hier allemaal onderbroekjes mee en schone broeken mee. Dus we kunnen gewoon weer verder gaan oefenen. En hij vindt het volgens mij wel lekker met de blote billen. En Luxie die is hier met de telefoon in de auto aan het spelen. Wie ben je aan het bellen? Opa? Nee. Niemand. We gaan maar even een onderbroekje aandoen. En dan gaan we zonder luier in jouw stoel zitten. Gaan we eerst even nog op het plasje, op het potje. Goed? Ja. Iedere keer zegt hij ja. Zijn potje zegt hij ja. En hij heeft hij heeft zoveel buiten gespeeld. Dat die knietjes helemaal, zie je dat? Allemaal schrammen op hem. Ja, ik kan hem even niet filmen, jongens. Want hij is bloot. Kom maar, liefie. We gaan even een plasje doen. Ja, kom. Ga mee met mama. En dan gaan we even zonder luier gaan we gewoon op vakantie. Zou het lukken, jongens, om hem echt zinnelijk te krijgen? Ja, hij is al heel goed bezig, hoor. Hij is al heel goed bezig. Hij heeft tot nu toe nog geen plasjes op de stoep gedaan of zo, zeg maar. Oh, ja. Kijk, daar komt een plasje. Ja, goed zo. Schattig, hè? Ja. En dan gaan we het even weggooien, even schoonmaken. En dan doen we eventjes je onderbroek aan. Ook hij heeft zijn rapport mee. Lucille heeft het rapport al laten zien. En Luxie heeft het al laten zien. Nou. Was dat een mooi rapport? Of was dat een mooi rapport? Was dat een mooi rapport of niet? Fijn weekend opgenomen. Tot zondag. Nou, hajus. Fijn weekend. Ik zit hier nog even bij Lucius. Die gaat zo lekker slaapje doen. En hij zit zonder luier, hè, jongen? Ja, zonder luier. Heel knap. Gaan we straks weer naar de wc. Goed? Toet toet. Nou, kinderen, hebben we er een beetje zin in? Ja, Lucilla zit er echt met die baby daar, zo. Ik lijk wel alsof je echt een baby hebt. Echt, hè? Ja, we gaan ergens naartoe, jongens. Weten jullie al waar naartoe? Nee. Dat is de vraag. Waar gaan we naartoe? Is het een huisje? Nee, we slapen niet in een huisje. Je kinderen kan er wel slapen. Nee, we hebben wel een keertje hier al gespeeld. Maar we hebben hier nog nooit geslapen. Dan was ik er toch niet bij? Ja, dat wel. Ik denk een jaartje geleden of zo dat we hier zijn geweest. Huh? Ja. Geen jaartje. Ik weet jawel, het niet meer. Volgens mij ongeveer wel. Mama, ik weet het niet meer. Ja. Lucie, ik geef één tip. Ja? Lucie gaat het heel mooi vinden, want er zijn heel veel knopjes. Heel veel knopjes. Oeh, jongens. Nou, ga daar maar eens even lekker over nadenken. Zo, nou ga ik dus even hier zitten. Eerst uur hele tijd voor een flesje ijswater. Hey, we hebben de koelbox aanstaan. Ik zat bij Lucius. Omdat hij nog een beetje mipperig was. Maar hij is nu oké, jongens. Gordels om, slaap jongens. We hopen er voor het donker te zijn. Ja, nou ja, voor het donker. Ja, dat is heel lang rijden. Oh. Heel lang rijden. Misschien gaan we wel vliegen. Ja, 900 meter. Het is een heerlijk weertje. We hebben een goed voorspeld weerbericht. Geen regen, gelukkig. We hebben wel afgelopen dagen veel regen gehad. Maar hopelijk niet dit weekend. Kijk hoe mooi groen het is. Ja, het is inderdaad. Buiten is het mooi om aan te zien. Al die regen heeft goed gedaan. Zij was wel een beetje geen regen. Hm? 40 dagen geen regen van. Ja. Het land van Jan Kees. Oh jongens, we willen eruit, want het is heet. Lucius hield het niet meer. Lucius wil er ook uit. Die heeft het gehad. Die heeft niet geslapen in de auto trouwens. Jan Klaas het dromenland. Mama, mag wij dan eventjes de stars nog lekker spelen? Ja, maar volgens mij moeten we naar de camping toe. Ja, maar je bent nu bij het... Je bent wel even uit. Want je bent nu bij het pretpark. Je bent nu bij het pretpark. En je moet bij Jan Klaas het dromenland. Even frisse lucht, jongens. Oh! Kijk,
Dit is het pretpark, de speeltuin. Hoepatee. Maar het is, er is een camping bij. En op die camping heb je allerlei... allerlei voertuigen. Heel goed, Lu. Voertuigen waarin je kan logeren, kan overnachten. En wij gaan in het vliegtuig overnachten. En hier gaan we spelen. Maar zo te zien is het nu nog... Ja, het is nu het einde van de dag. Alleen hier kan je niet slapen, jongens. Kijk, dit is het speeltuin. Zie je dat? Hier gaan we spelen. Ik denk dat we dan wel hierheen gaan. Hele hek is van een fiets gemaakt. Zie je dat? Maar jongens, ik denk dat we even de auto in gaan, want hier is niet waar we gaan slapen. Hier is wel het pretpark, of het speeltuin is het volgens mij. Gewoon een grote buitenspeeltuin en een indoor speeltuin met treintje. Voor degene die dat nog kan herinneren. Weet jij dat nog, Lu? Ja, vond jij zelfs leuk? En dan waren ook van die vliegende autootjes. Ja, 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 die waren er binnen. Hè? En een poppenkast. Ja. Hey, maar Daan, dit is het niet hoor. Wacht, mama, kijk, mama, kijk, 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 mama. Het is... Kijk, dit is... Dromenland, ja, Jan Klaassen, Dromenland. Dromenland, daar, dat is de camping. Het is de kindercamping in Dromenland. Daar moeten we naartoe. Nou ja, we gaan het even vragen, jongens, waar we nou precies heen moeten. Maar hier is dus waar we al een keertje geweest zijn. Lucilla die heeft haar babypop mee, die ze van jullie heeft gekregen. En kijk, Lucius denkt dat het echt is. Kusje, kusje. Ah, oh, een kusje, jongen. We hebben dat gevonden, aan de overkant van de straat ligt de... Camping. Daar zien we al een vliegtuig, jongens. Kijk dan. Zien jullie dat? Kijk. Ja, en een helikopter en een brandweerauto. Ondertussen waren we dus van het park naar de overkant gereden. En daar hebben we dus de kindercamping van Jan Klaas het Dromenland. En hier ergens moet het zijn. We hebben de auto even onder de boom geparkeerd. Maar we gaan eerst even kijken of we hier naar binnen moeten, jongens. We stonden even een keer in. Het park wel, ja. Wauw, joh. Oh, en een helikopter ook. En een boot. Jeetje. Dat is, ja, Lucius die gaat er al meteen op af, jongens. Ja, en een oude schoolbus. En de brandweer Lucius die ziet alweer wat. Heeft dus nog steeds, jongens, gewoon geen luier aan, hè. Gewoon, hoppa, helemaal droog. De hele autorit droog. Zo knap. We gaan nou even naar de wc, jongen. Hey, maar dan moet jij maar even met hem mee, want ik kan niet naar de jongens. Lucius, aan deze kant op. Eerst even naar de wc. Nou ben jij ook een grote jongen, Lucius. En dan mag je ook naar de wc. Luan. L-U-A-N. Ja. Oh ja. Kun jij je eigen naam al schrijven? Ja. Hoe heet jij? Want dit is jouw VIP-kaart. Weet je wat een VIP is? Dat is een heel belangrijk persoon. Jullie zijn vandaag, morgen... En zondag voor het land van Jan Klaas een hele belangrijke persoon. Zo belangrijk dat je daar gratis naartoe mag. Zo belangrijk dat je 2 bodyguards krijgt. Weet je wat een bodyguard is? Een soort geheim agent. Iemand die op jullie let dat er niets met jullie gebeurt. En weet je wie jullie bodyguards zijn? Met 2 ouders. Juist, papa en mama. Dus jullie komen morgen... Bij het land van Jan Klaassen zeg je, ik ben een VIP, ik ben gratis, maar dat zijn mijn bodyguards. En als jullie erbij zijn, mogen jullie ook gratis met de kinderen mee naar binnen. Ja, wat leuk, man. En anders moet je betalen. Ja, nee, nee, mijn bodyguard. Ik heb hier de schatkaart van het land van Jan Klaassen. Dat was toen winter, hè? Was dat toch? Ja, het was ja. Winter. Dan wil ik even weten, hebben jullie de grote glijbaan gezien? Ja. Waar is die? Dit is de schatkaart. Juist, waar is springkussen? We hebben er meerdere, hè? Daar en daar en daar. Waar is spookhuis? Maar dan moeten papa en mama wel mee, anders hebben we geen spoken. Of jullie zijn de spoken. Gaan jullie papa en mama laten schrikken. En er rijdt een buitentrein. Poppentheater in het theater. De binnenspeeltuin waar jullie geweest zijn. Maar dat is niet hier. Nee. Dit is... Jan Klaassen Dromenland, de camping. Ja, we stonden net verkeerd. We stonden bij die ingang als de vorige keer. Ja. En als je van hier naar het land van Jan Klaassen wil, kan je met de geheime route. Oh. Kijk, dit is de geheime route. Nu zitten we hier onder het afdak. Maar hier is het land van Jan Klaassen, dus je ziet ons niet zitten. Als je daarheen wil, moet je met de rode stippenlijn daarheen.
Die gaan in het vliegtuig slapen. Oh, in een privé vliegtuig. Zijn jullie wel eens in een vliegtuig geweest? Ja, dat wel. Dat wel? Maar nog nooit. Nee, geslapen. Nee. Hebben jullie koffers bij je? Ja, een hele bus vol. Nou, we hebben daar Jan Klaassen mobieltjes. Oh ja, die kruiwagens. Die kruiwagens, daarmee kun je spullen naar het vliegtuig brengen. Dat is handig. Nou jongens, leuk hè. Nou gaan we kijken waar we gaan slapen vanavond. Ja, dit zijn eigenlijk allemaal vakantiehuis, boot, helikopter, dingen. Ah, je moet kinderen hebben. Zonder kinderen kom je er niet op. Het is een kindercamping, hè? Niks een kindercamping. Heel erg leuk. Dus dit zijn eigenlijk allemaal accommodaties, kun je ze wel noemen, denk ik, hè? Waar je dus kan slapen. Dus je kunt in een helikopter slapen, daar. Je kunt in een boot slapen, in een brandweerauto, in een schoolbus. Een Pieper de Clownwagen zie ik daar staan, zie je dat? Maar dus ook in een vliegtuig. Hoe gaaf je dat? Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ja, echt vet hè? Hier die Amerikaanse schoolbus. Schoolbus. Ja. Superleuk. En hier een helikopter. En daar. Kijk dan, en daar staat het vliegtuig. Wauw. Oh, dit is een treinstation. Zie je dat? Een treinwagon bedoel ik. Ja. En hier, oh, aan de achter ook nog een vrachtwagen. Wauw. Kijk dan. En dan blijft hij open. Wauw. Dus je kan eens kijken. We gaan in het vliegtuig. Oh, jee. Oh ja, en knopjes is helemaal geen... Wie moet wel eens naar de wc? Ja, ik. Oh. Nou, hier heb je de wc. Hier is dit. Oh, dit is de badkamer. Zie je dat? Wauw, wat mooi. En dit is eigenlijk een slurf. Ah, de slurf van het vliegtuig. Waarmee je naar het vliegtuig loopt. Ja, oh ja, ik zie het. Je ziet het daaraan. Leuk, of wat grappig zo, hè? Ja. Kijk zo naar het vliegtuig. Ja. Superleuk, met de douche hier. Ja, douche. Douche erbij. 70 graden, dus zelf ondergaan. Even, niet zonnepapa mama onder de douche. Kijk, hier in de slurf ga je erin. Oh, wat vet dit, jongens. Kijk dan. Wauw. Kijk dan. Oh, we hebben ook gordels. Wow. Ja, als je gaat opstijgen. Oh, dit is gaaf. Wauw! Echt gaaf! Hier kan je dan zitten. Hier kan je lekker ontbijten. Liesje, zegt Liesje, ziet weer gevallen, jongens. Maar hij geeft geen kick, hè? Meneer, die staat op en loopt weer door. Die best op pijn. Ja. Och, liefje, kijk dan hoe mooi. Wauw! Heel vet. Hé, hey, wat vind je ervan, schatje? Ja, daar ook. Wacht, oh, je wil eerst de cockpit kijken. Gaan we daar zo meteen kijken. Gaan we eerst kijken bij de cockpit. Kijk, dat gaan die lampjes. Ja. Oh ja. Maar die werken pas als je cabin light... Och, en hier heb je dan de keuken. Dus eerst je cabin light. Kijk daar zo. Ja, dan met die. En dan die. Oké. Okay. Nou, even goed kijken hoe de bediening werkt. Nou, als je wil vliegen... Hier hebben we de flight simulator. Precies. Oh. Ga je hiermee, kan je vliegen... Hier hebben we de muis. Kom maar kijken. Klaar om te vliegen. Druk je die in. Oh, kijk dan. Kan echt en dan kan je vliegen. Ah, wat leuk. Alleen met die knuppel. Ja. Want dit is de echte stuurknuppel. Oh ja, als het daar zit, dan gaat hij omhoog. Nee, hij gaat niet omhoog. Maar hiermee vlieg je dus met dit weer. Het is online. Oh, wauw. Zie Liesje dan, die knop. Mooi, jongen. Dat vind ik heel geweldig. Heel mooi, liefie. Ik weet waar Loesje slaapt. Echt vliegen. En hoe gaat het licht in de cockpit aan? Vet. Cabin lights. Zie je dat? Dit is het originele dashboard. Wauw. Maar we moeten ook ergens slapen. Ja. Nou, gaan we nog even naar achteren. Kom Loesje, gaan we kijken waar we gaan slapen. Kom, ga je mee, mag je straks hier weer spelen. Kom. Ja, dit vindt hij mooi hoor. Dit vindt hij mooi. Hm? Waar gaan we slapen, jongens? Al deze dingen. Hier gaan we. Wauw. Kijk dan. Dit is vet. Jongens, kijk. Ik heb zin in het slapen.
Ja, nu wil je al meteen slapen, hè? Nou, wauw. Het ligt hier. Zit hier het knopje? Gezellig. Zie je dat? Ja. Dan hebben we hier nog een knopje. Ja. Dat is voor dit licht. Ah ja. En dan voor deze. Oh ja, dat is hier. Oh, dat is het grote bed. Ik denk dat papa en mama hier slapen, maar kijk wat staat hier. Wie kent dat tekentje? Wc. Maar dat is niet een wc, Jan. Als je met papa en mama. Dit was een wc, maar het is nu een bed. Dus kijk, dit is de bed. Oh, wat gezellig, jongens. Je slaapt gewoon in het achterste van Man, kijk, dit vliegtuig. Is de deur, hè? Ja. Maar kijk, ik zal hem even aan de buitenkant, want daar zit nog een slot op. Oh, maak echt? Hem even open. Oh, en dan kan je zien hoe dat werkt. Wat grappig. Mooi, hier vind je later. Ja, superleuk jongens. Oh. Vet hè? Want al die gordijntjes, hè, die moet je één voor één dicht. Ja. Maar ik denk ja, dat kan je open en hier zo gaan slapen. Nou, dat is wel weer even plekken verdelen hier. Ik kan hier wel zo slapen. Nou, Luxie en Lusjes die daar. Alles precies verdeeld. Kan precies vier kinderen en papa en mama achter. Ja. Oh, leuk hè? De achterdeur gaat open. Ja, hij gaat de achterdeur even openmaken. Achterdeur. Nou jongens, dit is toch iets. Dat heb je toch nog dit nooit in mijn leven meegemaakt. Meegemaakt. Dat gewoon in een vliegtuig gewoon kan overnachten. Zelfs ik vind het nogal wel cool. Ja, wel hè? Dat is super. Dit is weer helemaal nieuw. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit. Ja. Dit is een bucketlist dingetje, zeker. Ja. Ik raden waar de mannen weer zitten. Zo. Beide knopjes. Dit knopje. En welke was het? Alle knopjes. Knopjes. En dan. Mooie vent. Zo ga ik heel even met de. Ga je vliegen? Brrr, dan vlieg je zo naar boven. Dan heb je hier een simulator. Kijken. Grappig is dat, hè? Dat je klaar om te vliegen. Ga vliegen. Ja, liefie. Ja, je vliegt. Vlieg je? Hoe? Kijk. Oh, hij vliegt. Hij reageert op dat stuurtje. Oh. Super grappig. Oh, kijk dan. Dan kun je echt gaan vliegen, joh. Kijk, dat is zo leuk. Maar uiteindelijk staan we gewoon hier. Ja, en maar kijk, op het beeldscherm hier. Dit was een echte, kijk. Ja, dat was dit die echte. Dit was een echte. En al deze knopjes. Vet, hè? En rommel. Ik heb er geen verstand van, hoor. Nee. Moet je eens kijken. Ja. Welk knopje was ook weer voor de lichten? Wat was nou? Ik weet het. Dat was die volgens mij. Ja. Ja, kijk. Ja. En jij zit er klaar voor. Mama. Jij zit er klaar voor. Luxie? Mama. In de stoel. Hallo dames en heren, we gaan over enkele 2 minuten opstijgen. Leuk jongens. Hallo. Oh, we moeten nog aan. Ik moet opstijgen, ik moet nog naar de keuken. Super. Heel leuk. Super, dankjewel. Ja, echt heel gaaf. En je weet het, als je piloot, waar moet je dan zijn? In de cockpit, maar... De kleren van de piloot. Ja. Binnen in het restaurant. Ah, ja. Dus als je echt verkleden, ja. Dat kan in het restaurant. Leuk. Kijk jongens, dit is de buitenkant van het vliegtuig. Kijk dan. En daarin, daar slapen we dus. En daar zitten ze nu in te spelen. Het ziet er echt zo leuk uit zo. Waar zitten we dan? In ons vliegtuig. Kijk. Luusjes die is op het moment Oh nee, we storten weer. Oh. Weer naar boven. Oh. Grappig hè, kijk, want daar zie je gewoon de camping. Kijk, hier kan je gewoon naar buiten kijken. Echt leuk jongens, we zitten gewoon in het vliegtuig. Nou, en hier gaan we dus overnachten. Mama, ik wil heel graag buiten spelen. Ja, dat snap ik. Het is buiten ook hartstikke leuk. 12 jaar getrouwd zijn. Logeren, hier het. We hebben wel even de airco aangezet, want kijk, zelfs Luusjes is helemaal bezweet. En we gaan onze spullen even pakken. Daar bovenin zaten we dus net. En we gaan nu even de spullen pakken. En de autosleutel pakken. En dan gaan we al onze bagage gaan we met de kruiwagen naar het vliegtuig brengen. Om daar natuurlijk alles netjes in te richten. Mooie liefie. Dit is een schoolbus. Niet zo verwacht. Nee? Hoe had je het dan verwacht? Ik had gewoon een soort van stapelbed verwacht. Ja. En niet zulke coole lichtjes en niet dat het in de cockpit zo spel was. Ja, leuk hè? Je kunt gewoon echt vliegen in de cockpit. Dus dat is wel super leuk natuurlijk. Dat is ook nog het gevoel dat je echt in een vliegtuig zit. Ja. En voor de rest hebben ze hier overal leuke speelgebeuren. Daar is dus het restaurant en de speeltuin. Eigenlijk wil ik wel
Je mag lekker spelen hoor, liefie. Ga maar lekker spelen. Maar wel hier blijven dan, hè? Ik moet bij je helpen. Ja, ga maar spelen, schatje. Ga maar lekker spelen. Nou. Ja, ik ga even met papa alles kruien, goed? Dit is de kruiwagen waarmee we de bagage gaan kruien. Kijk, dat is een heel grappig hek. Het is namelijk allemaal fietsenonderdelen. Zullen we ons even kruien? Ja. Andere spelen. Dit is Cecile. Toppie. Busje leeggepakt. Zullen we even daar een volle kinderwagen stellen? Lukt het, dit duwen? Ja, ik heb hier een kruiwagen en mama heeft al een volle kruiwagen. En op daar het vliegtuig. Wat hebben we lekker warm weer, zeg. Ik ben ondertussen even bezig op de badkamer. Deze handdoeken even hier op dit dingetje hangen. Want dan krijgen we even wat plek op de wastafel. De luiers. Hier, ik heb wel luiers voor Lucius natuurlijk. Ondanks dat hij vandaag nog geen één luier heeft gebruikt. Maar hij slaapt in bed wel met... Kunnen jullie hier staan? Dat gaat niet. Maar in ieder geval, in bed slaapt hij nog wel met een luier. Maar overdag tot nu toe nog steeds geen ongelukjes gehad. Hij heeft een plasje gedaan op de wc daar. En in de auto ook gewoon geen ongelukjes gehad. Dus echt, ik ben zo trots op hem. Echt niet normaal, jongens. Dat het gewoon misschien nog wel voor zijn tweede verjaardag zindelijk is. Maar in ieder geval, ik ga even mijn mandje kan anders eigenlijk wel in laten staan. Dit is een beetje mijn toiletmandje met alle spulletjes die we mee hebben. Die kan ik hier mooi neerzetten. Dus dit is de badkamer. En we hebben hier dus al die kruiwagens. Dat is super handig. Kunnen we vanaf hier alles gewoon zo naar binnen kruien. Door de slurf van het vliegtuig. Die komt eraan. Hey, Lucius. Moet je nog een plasje doen? Ja, zullen we het even hier doen? Lucius, kijk eens. We hebben hier ook een wc. Zie je dat? Zullen we hier ook een plasje doen? Ja? Kom maar. Zo, weer een plasje. Dag, plasje. Goed zo. Ondertussen zijn de mannen de bedden aan het opmaken. Ja. Oh, jongens, dat ziet er gezellig uit. Dat is wel echt leuk. Wauw, heel gezellig zo. Hé, en ik zag ook hè, dat we een picknicksetje hebben. Ja. Kijk, als je hier zo uitkijkt. Dat staat achter. Misschien moet ik even naar buiten lopen. Ja. Oh man, dan zit je onder de vleugel. Ja, heb je geen parasol? Voor de zon, maar voor de vleugels voor de zon. Kijk, lopen we hier door deze leuke tunnel naar buiten toe. Daar was dus de badkamer. En dit is ook wel grappig, want ze hebben de deur zo gelaten. Dat je kan zien hoe de deur er aan de binnenkant uitziet. Ik ga even hier omheen lopen. Dan heb je dus de badkamer, wat dus hier aangebouwd is. Dus is dit. Dat is zeg maar de badkamer waar ik net stond. Dan gaan we hier onder de vleugel door. En kijk, hier hebben we het vliegtuig. Hij is ook best groot, jongens. En hier heb je dus ook nog een picknicksetje waar je lekker kan zitten. Onder de vleugel. Als schaduw van de parasol, als een parasol. Kijk, dat is dus dat badkamertje met die slurf naar het vliegtuig. En hier gaan we vanavond slapen. Zo leuk, jongens. Nou, Luan die was nog even papa meehelpen. Maar Lucilla en Lucius die zijn lekker aan het spelen. Daar met de fietsjes en in de speeltuin en dan de zandbak en zo. Dus ik ga daar eens eventjes kijken waar ze zijn. Het is warm vandaag, jongens. En hier is dus de ingang. En deze ga ik weer even terugbrengen. Nou, ik heb Lucilla gevonden. En ach, zijn jullie lekker hier. Het is hier binnen wel lekker cool natuurlijk. Kijk, en hier kun je ook lekker spelen. Oh, Lucius met de auto. Ja, dat is Jan Klaas. Ja. Oh, zit jouw winkeltje. Nou, ik kom hier even wat kopen bij het winkeltje. Hallo. Mama, ik wil het leertje. Wat kan ik erin doen dan? Speeltjes in doen. Deze? Lucius gaat er wel wat in doen. Doe er maar wat in, Lucius. Mama. Deze spulletjes. Ja, grappig hè. Als je op vakantie gaat. Leuk jongens, kijk, dit is het restaurant. Zo ziet het eruit. Super gezellig. En hier ook mee, dan is het helemaal goed. Mag je zelf. En dan mag je dus ook meenemen naar zelf mee naar het werkbord. Als wij het zo zijn. Ik ben er allemaal.
ook. Jongens, kijk dan toch. Robin Hood en prinsessen. Leuk. Kijk dan. Wel zo meteen weer op het haakje hangen, zei die, hè? Ja, die mag je aan. Tuurlijk, doe maar even hier. Niemand die ziet het. Och, kijk, en wat wil Lucius dan weer? Wil jij zo'n brandweer? Wat is dit voor jou, mama? Die is wel stoer. Een hele oude Engelse politie is dat volgens mij. Allerlei kostuums heb je hier tussen zitten. En zelfs... Een pilotenjasje. Ja, leuk, Luxie. Leuk. Ja. Ja, maar ik weet niet of hier. Je hebt je ook nog allemaal hoeden. Hier, dit. Ja. Leuk. Past het er helemaal bij. Ja. Luxie. Luxie is de brandweervrouw. Luxie. Wie komt daar aan? Lucius. En weer bij het vliegtuig, hè? Kom, gaan we even binnen kijken. Want we gaan zo eten. Gaan we eens even kijken hoe vers ze hier zijn. Lopen we zo weer het vliegtuig weer in. Zo. Oh nee, jij gaat meteen weer naar de knopjes. Dit is een... Kijk, wie zit hier? Wie hebben we hier? Dit is piloot Lucilla. Wauw. Dat is altijd zien. We worden misschien... Nee, je hoort dus weer een teken op de ramen. Maar dat is water, want hier zijn hele rare fonteinen. En nu gaat mijn assistent Lucius even de stuur over. Oeh. Lucius, ga jij het stuur overnemen, en jongen? En ga me even omkleden. Je bent zo heet. Eens kijk je gezicht. Je bent helemaal nat. Allemaal druppeltjes in je gezicht. Papa heeft alle bedden opgemaakt, jongens. Kijk dan. En wat is Lucius' bed? Is dit jouw bed? Oh, ga jij hier slapen? Is dit jouw bed? Ja, oh, met je schoenen. Ja. Hé, hey, dat is een lekker bedje. Ga jij hier lekker slapen? Oh, ja. Hij heeft ook hele vieze sokken. Dat is leuk. Kijk, en dan kan je zo hier uit het raampje kijken. En dan kijk je zo naar buiten. Ja, en die kan je ook zo dicht doen. Leuk. En dan vindt hij mooi. Ja. Daar gaat Luxie slapen. Luan bed. Lucilla haar bed. En Luan. Doen we nog wel voor mama's bed. Ja, die doen we straks wel even. Maar lekker jongens. Kijk, Luan heeft hier ook alles neergezet. Zijn bureautje. Hier gaat hij dus slapen. En vanavond gaan wij dus overnachten in een vliegtuig. En hoe dat helemaal gaat zijn. En hoe dat heeft gevoeld en hoe dat heeft geslapen. Gaan jullie morgenochtend horen in een nieuwe dag. We gaan nu lekker naar het restaurant toe. Want het is tijd om lekker te eten. Lucilla is weer gaan spelen. Luan is weer gaan spelen. Luxie ook, die speelt ook. Die kunt hij overal spelen. Die kunt binnenspelen bij dat speelgebeuren wat je net zag. Of in de speeltuin. Met skeltertjes, met fietsjes. Bij de zamba, op de schommel. Eigenlijk alles hebben ze wel gedaan. Morgen gaan we ook naar het land van Jan Klaassen. Dat is dus de speeltuin en de binnen-in-de-speeltuin en de buitenspeeltuin. De vorige keer toen we hier waren, toen was het net dat we uit de winter kwamen. Dus was de hele buitenspeeltuin was nog in onderhoud en was niet open. Dus daar hebben de kinderen niet echt kunnen spelen. Alleen maar in de indoorspeeltuin. Maar nu is ook dus de buitenspeeltuin open. En dat is ook superleuk. Dus dat gaan we morgen allemaal weer beleven, jongens. Kijk, ik zou je... Ja, dat kan ik. Dus dat heb ik ook op je gedaan. En als je die kant op wil, moet je deze naar achter trekken. Als je die kant op wil, moet je deze trekken. Oké. Ja, dit is heel goed. Ja. Kijk, hier kun je s'avonds lekker marshmallows maken. Super gezellig. Dat gaan ze doen vanavond. En dan mogen we het brand uitblussen met echte... Kijk, echte brandblussers. Die staan hier allemaal. Super grappig. Leuk, hè? Ach. En er is een springkussen. Ga er maar op springen. Deze slapen. Ja, daar kan je ook springen. Hier slapen. Deze slapen. Deze slapen. Deze alleen deze slapen. Deze. Deze. Oh, lusjes. Want ik zie, deze is makkelijk.
dat is toch balgevoel. Goed zo. Nou, daar komt hij. Oh ja. Oeh, oeh, oeh. Ja. Wauw, Luxie. Die gaat hard. Kijk dan. Oeh, daar kun je zo rond mee gaan. Ah. Dat is een grappig ding. Ja. Daar gaat ze weer. Nou, bedankt. Dan gaan we lekker hapje eten. Vond je nou weer een leuke vlog? Gaan we even doen? Dat is wel. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En we zien morgen weer een nieuwe vlog. Gaan we lekker spelen hier. Doei. Morgen. Thank you.